ben en blijf een boer. Maar dit is een dode hombie. Andere boeren, je hebt minicamping, andere boeren, je hebt windmolen achter de tuurstorm, maar wie gaat de tentsfeer nog? Dat kan we zo zien, Geert. Om hier aan was. Ja, laat hem eens lopen. Ja, Jan weer hard aan het werk, maar nu als bekende Nederlander. Ja, we zijn weer terug. Weer terug met beide voeten op de grond, zeg maar. Ja, het was een, geweldige ervaring, Expeditie Robinson. Ja, en die afsluiting in de Ziggo Dome, dat was gewoon, ja, was gewoon adembenemend. Heel apart. Is het nou, heeft het u veranderd als persoon? Nou, ik ben er op het eiland wel achter gekomen dat je eigenlijk met heel weinig middelen eigenlijk heel gelukkig kunt zijn. En dat met alle materialisme wat we toch allemaal met z'n allen najagen, en ik ben zelf net zo erg, dat het best wel iets relaxter kan. Dus ik maak me misschien minder snel druk om dingetjes dan wat ik voorheen deed. En ik ben er ook achter van, als je zelf blijft, dan ben je goed genoeg zoals je bent. En dat zijn toch wel waardevolle dingen die je daar, die daar tot je doordringen. Kijk om me heen, maar het sneeuwt hier gewoon in de stal. Is dat normaal? Ja, het sneeuwt in de stal. Ja, dat klopt. Ja, dat is niet standaard, maar het is, voor de koeien is het in ieder geval niet erg. Dus het is alleen wat minder handig voor de boer. Ze vinden het fantastisch. Houden ze van sneeuw? Ja. Nou, ik weet niet of ze echt van sneeuw houden, maar ze houden wel van kou. Want koeien zijn ergens straalkacheltjes van 800 kilo die heel veel warmte afgeven. Dus dit soort temperaturen zijn koeien echt wel enthousiast over. Ja absoluut. Hoi, Gert. Nee, laat ik maar. Wat doen jullie toch? Gewoon naar binnen, man. Gewoon naar binnen? Ja, tuurlijk. Nou, laten we eens naar binnen, want het regent een beetje. Ja. Goed. Hartstikke mooi mee. We hebben een verrassing voor je meegenomen. Nee, ja, maar dat ga je niet om te doen. Nee? Nee. Vond je niet nodig? Ah, nee. Hey, gezellig, kom met uw benen. Hartstikke mooi, ja. Een lekker stukje taart, hartstikke leuk. Je bent namelijk een van de best bekeken video's bij RTVO's geworden. Ja, dat is wel goed, ja. Ja. Dat gaat zeker leuk. En als zo'n voetbal in maan breken, dan kun je hem lekker in proeven. Maar van zomer ga je dat heel mooi kunnen zien. En een stuk of 3-4 euro zo los die loopt. Dat is fantastisch. En dan lezen ze wel langs. En dan zei ze, niet wat mensen zeggen. Dat kan we ook zeggen, Geert. Of weer dat was. Ja, laat hem eens lopen. Maar met een paar dagen, dan heb je iets te veel melk gehad. Maar met een paar dagen, dan scheert ze door de weeën. Geen dokter neuren. Boer Gerrit heeft met de video de harten van velen veroverd. In Onvervals Twents gaf hij zijn kijk op het boerenleven van nu. Maar Engels, dat blijft een probleem. Boer Gerrit. Ja, en Goes. Wat is dat nou? Goes? Goes. Oh, Goes? Goes viral. Dat weet ik niet, maar dan ben ik weer geen Engels. Maar je moet je Twents doen. We hadden vroeger toen op school zaten, dan kwam die directie van hoe Amerika kwam. En die hadden heel daar Engels. En dat die les kreeg, die hadden al die in de 10. Ja. Wie aan de meute met hem de een te krijgen? Ja, maar die komen geen Twents, hè? Nee, dat zal. Ja, natuurlijk. Er komt een modemuis na. En hier rechts, we hebben hier een paar lange parkeerplaats voor jullie allemaal. Zeg het maar, of je hebt een probleem? De politie wil hem daar rechts afgaan. Nee, we gaan denk ik nog één keer over rechtuit. Rechtdoor, ja. Die gaat gewoon rechtsuit. We gaan gewoon even rechtsuit. Dus we moeten gewoon veel mogelijk echt Den Haag binnenstappen. Ja, terug weg is het wel in mijn garenhuis. En weg. Ja, we kunnen hier niet rechts af. Maar wij proberen te faciliteren dat jullie kunnen parkeren. Nou, dat had ik vanmorgen om 2:30 ook met een collega over. Om te faciliteren. Maar dat is ook niet gelukt. Wat kan dat doen dan? Ja, we gaan hier rechts af. Wow, de voetganger. Altijd vriendelijk blijven, hè. Ben je aan het chansen met de dames? Heb je weer die rode trekker? Oh, het is niet alleen, dan gaan we lang door. Die moet even die banden aan de kant zetten, hoor. Die kunnen ook even door die bouwhakken aan de gang doen. Die
komt meneer de politieagent al aan. Dat is niet jouw beste vriend, hè, die man? Nee, dat kan ik niet. Heb ik... Als ik naar het spoorkamp ga, dan ga ik naar het spoorkamp. 90 ja. meter dan. Maar waarom kunnen we dan niet hier, hier staan? Ik zal nu trekken, kilometer verderop parkeren. 90 meter verder. Ja. Oh. En dat is nou het voordeel, even soms niet aan het telefoon. Ik ben boer Frans, kom u te Lut en zoek verkering. Ben op tv en boer zoek vrouw en zoek een mooi. Boer Frans, wie kent hem niet? Maar heeft hij wel tijd voor een zangcarrière? Ik ben een blieven boer. Maar dit dat dode hombi. Andere boeren, je hebt minicamping, andere boeren, je hebt windmolen achter de tuin, maar wie gooit de tentwezen af? Ik mag haar kieken naar twee mooie lange benen. Ook jagen doe ik en daar zit me in de genen. Hoe gaat hij dat dan doen? Melken en zingen tegelijk? Wel, want gewoon soms dan ook gewoon melk. En dan soms een uur of tien jaar, dan begint dat toch altijd een missie in die tentwezen, 10-11. Nou, en dan een half uurtje optreden en dan gewoon. In de tent staan, een paar biertjes drinken en dan mooi weer nieuws en een zondagmorgen gewoon weer melk. Maar het doel is... Ja, ik ben boer Frans en ik kom hier de Lut en ik zoek verkering. Je kunt niet opzoeken, je kunt niks dwingen of wat, je kunt... Ja, dat komt vanzelf wel. Alleen door u, senor, dat zal. Geen vrouw in de stad met mijn dames in de stal.